Welkom iedereen in de waranda op de boekvoorstelling van Femi Otto's laatste worp, Rainbow Woman, uitgegeven door Posture Editions. Zometeen gaat Femi in gesprek met kunsthistorica en schrijfster Lene Wit. Maar eerst geef ik even het woord aan Nicolas de Moon, de uitgever van Posture Editions, om het boek even in te leiden, Nicolas. Klopt? Oké, alsjeblieft. Ja, goedemiddag aanwezigen. Dus ik ben blij om onze, hoeveelste boek is het? 43ste? Om iets in de 40 boeks te mogen voorstellen van Femi Otten, Rainbow Woman. Het boek is eigenlijk, denk ik, ons eerste boek, dat de tactiliteit van het, van het boek zelf zo een rol heeft gespeeld, omdat we dachten, ja, Femi is eerst en vooral toch ook een beeldhouwer. En, dus we hebben eigenlijk gezocht op botsende materialen. Om te beginnen is de kaft een wit canvas. En dat is het eerste keer dat we dat zo doen, een echt puur witte canvassen cover gemaakt. Waardoor dat iedereen die het boek straks zal aanschaffen, dat canvas zal bepotelen en een eigen versie ervan gaan maken. Dus dat vind ik interessant. Dus het is een work in progress. Je gaat dat straks mee naar huis nemen en misschien volgende week hangt er al confituur aan de, enzovoort. Dus alles is schilderkunst. En dan zijn er ook van binnen een paar bizarre materialen gebruikt, waardoor dat je van zacht naar hard gaat, van ruw naar eerder elegant. Voor de rest heb ik niet zoveel meer toe te voegen. We gaan, ben heel benieuwd naar het gesprek tussen Leen en Femi. Moet ik nog iets zeggen? Dank u voor de invitatie ook aan Annelies. Dat vind ik ook misschien nog het belangrijkste van al, en het vertrouwen. En nu gaan we luisteren naar de Artist Talk. Dames en heren, hartelijk welkom op deze Artist Talk over Rainbow Woman, de expo van Femi Otten. Dat zal ongeveer een uurtje duren, 50 minuten. En u hebt nadien ook gelegenheid om vragen te stellen aan de kunstenaar, aan Femi. Velen van u hebben misschien de tentoonstelling al vooraf bezocht. Nadien kan natuurlijk ook nog. Het is een bijzondere tentoonstelling in veel opzichten. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van het werk van Femi Otten in België, in Vlaanderen. Dat zeg ik toch goed, Femi? En ik kan me voorstellen dat het voor een kunstenaar niet zo makkelijk is om een keuze te maken uit meer dan 10 jaar werk. Bij het opbouwen van de tentoonstelling ben je dan bewust geworden van een evolutie in je werk? Maak je nu andere dingen dan toen je begon, meer dan 10 jaar geleden? Eigenlijk gaat het eigenlijk altijd over hetzelfde. Het is altijd over hetzelfde gegaan. Een soort een vertaling van hoe ik het leven ervaar in de breedste rijkwijde daarvan. Maar ik hoop wel dat het iets beter is geworden in die 10 jaar. En ik probeer altijd, ik probeer elk jaar stil te staan en dan plannen te maken om weer stappen te maken. En meestal zijn die stappen veel te groot. Maar ik maak in ieder geval kleine stappen. Je vertelde, of ik las in een tekst over jou, dat je je werk in je beginjaren, zeker je beeldhouwwerk, dat dat heel vaak ging over een soort versmelting tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Terwijl je nu meer richt expliciet op vrouwelijke thema's.
Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. En want je hebt een prachtige sculptuur. Hij zal dadelijk ook wel als afbeelding verschijnen. Van ja, een hele mooie vrouw met twee linkerarmen en een penis. Mm-hmm. En die versmelting, ik had begrepen uit wat je vertelde, dat het voor jou ook een oefening in verbeelding en empathie was. Hoe ervaar je als vrouw het leven? Hoe ervaar je als man het leven? Ja, en de fluiditeit van identiteit en hoe we eigenlijk ontzettend op elkaar lijken. Ja. En misschien is het altijd een soort zoektocht naar het meest complete beeld van die ervaring, van een ervaring. En geef ik ook in de visualisatie ervan toch toe dat dat nooit helemaal te bereiken valt. Maar het verlangen op zich, dus gaat het eigenlijk over het verlangen op zich. Ja. Het verlangen naar verbinding, naar elkaar, naar het liefhebben. Dat is altijd het vuur waaruit ik werk. Een heel diep verlangen. Het is echt mijn manier om in verbinding te staan met de actualiteit, maar ook de geschiedenis die achter ons ligt. Mijn familie, de mensen die ik lief heb. Dat kan ik eigenlijk alleen via mijn werk. Ja. En is dat je ervaring je hele leven al? Want je hebt me verteld dat je als kind al vrij snel heel gedreven tekende, heel graag tekende. Hoe ben je eigenlijk kunstenaar geworden en met kunst in contact gekomen? Begon je gewoon te tekenen en is het daaruit gegroeid? Ja, mijn moeder had altijd veel potloden liggen en die zorgde altijd voor dat ik kon tekenen. En dat deed ik dan ook heel erg graag. En mijn moeder hield me ook in die concentratie. Dat is wel een groot cadeau geweest. Ja. Het was nooit dat het ging over het resultaat, maar gewoon over het tot rust komen in de tekening. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Het voelt echt exact hetzelfde als het kleine meisje die orde in de chaos kon brengen na een dag op school. Dat is hetzelfde voor mij nog altijd. Ja. Toen ik kennis maakte met je werk, vond ik dat eigenlijk verbluffend vrouwelijk. Enerzijds heel verfijnd en delicaat, anderzijds ook krachtig en soms zelfs onthutsend. Betekent de vrouwelijke kunstgeschiedenis ook iets voor jou? Zijn er vrouwelijke kunstenaars die je inspireren bijvoorbeeld? Ja, in eerste instantie zijn het natuurlijk allemaal soort radicale zelfportretten, het werk. En daarbij blijf ik zo dicht mogelijk bij hoe ik het leven ervaar als vrouw. En omdat mijn leven niet zo uniek is, gaat het toch heel duidelijk over de vrouw. Ja. En hou ik heel erg van vrouwen en zie ik ook een groot gat in de kunstgeschiedenis. En in mijn opvoeding, waar ik me mee, de boeken die we lazen voor de boekenlijst, moest ik me identificeren met Harry Mulisch of... Ja, een enorm gemis aan het beeld zoals ik die ervaarde. Of zoals ik, de vrouwelijke blik. Ja. Dus in die zin is die intimiteit die ik verbeeld, is mijn vorm van activisme. En mijn verbinding met alle vrouwen in de geschiedenis. Maar ook, ja, met elkaar. Wanneer mensen je tentoonstelling bezoeken, bij de ingang van de eerste zaal hangen twee zelfportretten, twee versies eigenlijk van een gelijkaardig portret. Ik vond dat een prachtige introductie tot het werk. Portretten en zelfportretten zijn op dit moment niet zo hip in de kunstgeschiedenis, maar je hebt me verteld dat het voor jou bijna je lievelingsvorm van schilderij is. Ja.
Ja. Dus die maakt niet alleen zelfportretten, maar ook portretten. Ja, ik denk dat het kijken daar voor mij begonnen is. Ja. Het is eindeloos fascinerend om te kijken, maar ook elkaar aan te kijken. Als je een babytje, die moet je heel lang in de ogen kijken. Want zo vormt, dat is de manier waarop die empathie leert. Als je die stap overslaat, dan is dat heel dramatisch voor het verdere leven van het kind. Maar ik denk dat het gebeurde toen ik voor het eerst, toen was ik vrij jong, naar Berlijn ging, naar de Gemelde Galerie. En daar hangt een portret van een jonge vrouw van Rogier van der Weijden. En ik zag dat en dat schilderij kijkt me na honderden jaren aan. Dat was zo ontroerend en dat heeft me eigenlijk gewoon nooit losgelaten. En ik tekende altijd gezichten. Ik probeerde altijd dat te vangen. En het liefst. En elke keer dat ik weer dat schilderij van Rogier van der Weijden zie, gebeurt er ook iets anders met mij. Want een goed kunstwerk doet een appel op meerdere lagen van mijn wezen. Het is misschien ook iedere keer een ander kunstwerk dat je ziet. Absoluut, omdat je als mens verandert, ja. Ja, en dat is wat een goed kunstwerk kan doen. Een appel doen op de openheid, of op de, ja, op de openheid in de hele rijkwijde van gevoelens. Ja. Je bent opgeleid in Den Haag en Amsterdam, maar ook in Gent. Ja. En ja... Was Gent alleen een andere locatie voor jou, of toch ook wel een heel bijzondere plek? Ervoer je een verschil tussen de opleiding in Nederland en de opleiding in Vlaanderen? Ja, nou, allereerst heb ik mijn grote liefde ontmoet in Gent. Hij is er helaas niet, hij past op de kinderen vandaag. Maar dat maakt Gent sowieso heel speciaal voor mij. Maar ik voelde ook daadwerkelijk ruimte voor mijn werk, voor mijn soort... Het was toen... Ik studeerde af in Den Haag in 2004 en de erfenis van het minimalisme, het conceptualisme, was zo sterk aanwezig. Die ruimte was er absoluut niet en in Gent voelde ik die wel. Ja. En ik ben daar ook altijd gesteund geweest door op meerdere manieren, op meerdere, en nog altijd. Ja, België is wat dat betreft... Ja, gelukkig heb ik er één mee naar huis, maar anders zou het toch wel heel erg zijn. Maar ja, je sprak ook over Rogier van der Weijden, dus ja. In Gent kon je naar hartelust kijken, naar het werk nou van de Vlaamse primitieven. Nou, dat heb ik ook veelvuldig gedaan. Ja, en het heeft me heel nederig gemaakt in het schilderen. Ik heb heel lang, nog altijd, in schilderen ben ik nog altijd aan het zoeken naar die magie, hoe je de verf... kan laten, hoe je het licht eigenlijk kan behouden van binnenuit. En want dat konden de Vlaamse primitieven als de beste. Ja, en die technieken zijn nu al meer dan 100 jaar wetenschappelijk onderzocht. Van hoe deed Van Eyck dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat zijn schilderij bijna zelf licht uitstraalde? Ja, ja. En eigenlijk heeft men het nog altijd niet helemaal doorgrond. Nee. Het zou wel gaan om een zeer rustige, trage manier van werken in lagen, zodat het licht door de lagen valt en reflecteert. Maar iets van die schoonheid van portretten van Vlaamse primitieven vind ik dus ook terug in jezelf. Portretten met die, ja, dat incarnaat, die delicate kleuren, die driekwart aanzichten. Dat is een virtuositeit die me erg aanspreekt. Ja. Ik weet niet of kunstenaars graag virtuoos genoemd worden, meestal niet. Nou, als middel om het... Ja, middel. Ja, ja. Om vrij te worden. Exact, ja. En wat betreft de zelfportretten, ik kan natuurlijk alles doen met mezelf. En ik ben altijd voorhanden, dus het is een heel fijne manier. En ik kan alles navoelen, dus ik gebruik bijna altijd mezelf voor mijn werk. Gewoon om door de directe relatie met mijn lichaam. Het woord navoelen heb ik je al meermaals horen gebruiken, ook in onze gesprekken vooraf. Ik kende je werk niet goed en ik werd dan getroffen door die
zelfportretten bij de ingang. Ik dacht, oh nou, mooi, Vlaamse primitieve, prachtige haarlokken, Leonardo da Vinci. En opeens zie ik een beeld, dus opeens zie ik je ook als beeldhouwer. Zie je jezelf meer als een beeldhouwer dan als een schilder? Ja. Ja, ik zie mezelf echt meer als een beeldhouwer. Ik denk, maar ik ben opgeleid als schilder. Gewoon ook omdat ik nooit in echt, ja, het was niet zo voorhanden. Ik bedoel, vroeger waren er altijd tekenpapier, er was altijd het plat. Ja. Dus dat heeft lang geduurd voordat ik dat samen kon brengen. Maar ik denk plastisch, ik hou van het navoelen. Ik kan rustig worden van het voelen van de overgang van een neus naar een wangetje. En het zoeken naar die precieze nuance en ook de relatie van je eigen lichaam ten opzichte van een beeld, dat vind ik zinderend spannend. En dat is, en ik heb dat al vaker verteld, denk ik. De eerste die ernaar vroeg was Hanne Hagenaars van Mr. Motley. En toen was ik het, op dat moment was ik het ontzettend vergeten dat dit hele voorval heeft plaatsgevonden. Maar mijn moeder zit hier voor me. En mijn tante trouwens ook. Want we gingen naar Griekenland en naar de Wagemenner van Delphi. En die kende ik, dat beeld kende ik uit een boek Algemene Kunstgeschiedenis, denk ik, van mijn oma. Waar ik altijd 's avonds in bladerde. En toen zag ik het en toen moest ik huilen. En ik was denk ik 13 jaar oud, ontluikende seksualiteit. En ik zag die voeten. En als je een keer goed naar die voeten hebt gekeken, die zijn zo, die staan er al 2000 jaar oud. Zo gevoelig te staan. Dat is echt heel ontroerend. Maar het mooiste ervan was dat de Griekse poos mijn hand pakte. Ik mocht over het touwtje en ik mocht de voeten aaien. Prachtig, een unieke ervaring. Een hele unieke ervaring. Die ik dus toch ben vergeten, omdat ik me er denk ik ook wel een beetje voor schaamde. Maar eigenlijk is dat voelen, het voelen, zien, al die zintuigen. Het zintuigelijke in mijn werk is gewoon heel belangrijk. Daarom zijn ook de performances erbij, de gehele ervaring. Je vertelde mij ook, en ik stond daar eigenlijk paf van, dat je... Ja, hoe zal ik het noemen? A la prima beeldhoud. Dus gewoon iets voor je ziet. En het nabeeldhoud. Bijvoorbeeld die sculptuur van de hand. Je hebt als model je eigen hand genomen en met je andere hand die sculptuur gemaakt. Dus dat vraagt ook wel een enorme beheersing. Heb je een voorkeur voor bepaalde materialen als je beeldhoudt? Ja. Steen, hout? Nee, hout. Maar ik denk dat een echte houtbewerker, iemand die daar iets, die zou wel een beetje lachen hoe ik het doe. Want ik ben gewoon autodidact. Ja. En ik heb het mezelf allemaal moeten aanleren. En ik kom er altijd, maar wel met een redelijke omweg. En ik leer wel te professionaliseren. Maar misschien juist die... Ja, dat is een marmerwerk, denk ik. Of... Nee, dit is hout. Oh. Ja, wacht. Ja, dit is een houten beeld. Zo groot. Maar die is helaas niet hier in de tentoonstelling. En dat hout is gewoon een levend materiaal. Het ruikt lekker. Je moet weghalen. En met dat weghalen vorm ik het beeld. Het is zo'n mooi, een heel langzaam proces. Ja, dat zei Michelangelo dus ook. Hè. Het beeld zit er al in. Je ziet een lomp blok marmer, maar het zit er al in. Ik haal het eruit. Ja. Dus dat was ook een onderdeel eigenlijk van die strijd tussen schilders en beeldhouwers vanaf de 16e eeuw. Waarbij beeldhouwers eigenlijk zegden, ja, schilders zijn toch een beetje watjes. Beeldhouwers kunnen zich geen enkele fout permitteren. Wat je eraf haalt, ja, je kunt het er niet terug opzetten tenzij je vals speelt. Denk je... Je kunt natuurlijk je eigen ontwikkeling moeilijk voorspellen. Denk je dat ooit een van beide kunsttakken de overhand zal halen? Schilderkunst, beeldhouwkunst, dat je uniek daarin werkt of alleen daarin werkt? Ja, nee, en dat interesseert me
ook eigenlijk niet, want zij, dit schilderen en het beeldhouden, dat ontwikkelt eigenlijk hand in hand. Dus ik heb een ateliertje waar ik de schilderijen maak. En een atelier waar ik beeld hou. En met beeld houden, dat is zo arbeidsintensief. Het kost zoveel tijd. Je krijgt zo snel pijn aan mijn polsen. En dan ren ik, zodra dat gebeurt, na uren meestal, daar geraak ik wel in een hele lekkere roes mee. Dan hoef je niet de hele tijd te navelstaren. Het is eigenlijk de tijd die ik met die beelden doormaak, die het bestaansrecht ervan verovert. Als ik elke keer weer de moed op kan brengen om daarmee door te gaan met dat idee wat ik in mijn hoofd heb, en ik houd dat vol tot op het laatste moment, dan zegt de tijd dat het werk niet kan liegen. Maar met schilderen is het een heel ander proces. Daar is het toch een soort wachten op het moment van dat je weet dat die associatie klopt. Dus dat is een veel directere emotie, directere omgang met die kleuren. Ja. Die liggen ook lang te wachten in een hoek. En dan ineens. En die twee vullen elkaar aan, die twee lijnen in het werk. En het helpt heel erg tegen het vast komen te zitten. Want zodra je te lang naar schilderij gaat kijken, en het zal nooit. Ik heb een idee, maar het zal nooit het idee. Zijn die waarvan ik dacht, en dat is altijd gaat gepaard met een enorme teleurstelling. Dus moet ik naar dat beeldhouwatelier, moet ik daar gaan hakken. En dan kom ik terug en dan zie ik ineens wat het mij eigenlijk wel te vertellen heeft. Ja. En dat is een soort continue cirkel waarin ik probeer te vertrouwen op echt plezier in het werk. Want dat is en naar de schaamte gaan. En op tijd vertrekken. Ja. Ja, plezier in het werk. Als schrijver luister ik daar bijna met afgunst naar, want schrijvers hebben heel zelden plezier in hun werk. Die maken gewoon altijd huiswerk. maar je noemde de tentoonstelling Rainbow Woman. En het is ook wel mooi dat er dan zowel een beeld, Rainbow Woman, als een schilderij Rainbow Woman te zien is. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Zijn ze gelijktijdig ontstaan? Na elkaar. Eerst schilderij en daarna het beeld. Ja, en het beeld heb je uitgevoerd in was. Ik denk dat dat een nieuw materiaal is. Ja, daar is het. Een nieuw materiaal is voor jou, zie ik dat goed? Ja. En hoe gebeurt dat dan, die keuze voor dat materiaal? Nou, in dit geval was het ook de tijd die ik nog had voor de tentoonstelling. En mijn dochter zit nu op de vrije school en die had allemaal bijenwas. En ik zat er de hele tijd zelf mee. Ik dacht, oh, dat is fijn. Dus je hebt 80 kilogram bijenwas besteld. Ja. Ja, hoe doet men dat? Ja, en dat precies zo. Het is een prachtig materiaal, bijenwas. Toen we voor het schilderij stonden, vertelde je me het schilderij Rainbow Woman. Vertelde je me dat je ook heel zorgvuldig je pigmenten had uitgezocht, dus malachiet, lapis lazuli, hele bijzondere pigmenten eigenlijk. Is dat iets waar je doorgaans naar op zoek gaat, oude materialen? Nou, ik hou ontzettend van kleur en het ambacht. En ik heb jarenlang echt vastgezeten door het feit dat ik gewoon te weinig wist over verf en wat het met elkaar doet en hoe je. Dus ik maakte dan heel zorgvuldig een palet op en het werd veel te snel gewoon bruin. Ook op het schilderij. En dat. Dus toen dacht ik, ik moet het gewoon serieus gaan nemen. Hoe je met het ambacht omgaat, zodat ik vrij word om te doen, om te schilderen wat ik wil. Ja. En dat heeft wel heel veel. Sinds ik echt de tijd neem om dingen op te bouwen. En dat heeft het me echt een stuk vrijer gemaakt. Maar ik ga ook soms de mist in. Dat ik dan weer te veel vastzit in dat ambacht. Dat is het probleem met kunst maken. Alles wat je hebt geleerd, moet je ook weer meteen vergeten. Ja. Maar dus dat onderzoeken naar materialen, naar pigmenten, dat is ook zelfstudie dan. Je bent zelf gaan experimenteren. Ja, heel veel.
Maar dat is ook heel fijn, omdat je... Ik zat daarvoor vaak dagen in mijn studio te bedenken welke betekenis iets heeft. Dat is misschien... Ja, daar kom je toch niet verder mee. Die betekenis moet groeien en het moet ook aan jou getoond worden. Ja. En dat vertrouwen, om te vertrouwen om in dat instinctieve gebied te komen. En niet de hele tijd de criticaster van jezelf te zijn. Dat heb ik echt moeten leren. En daar heeft gewoon het werken met mooie materialen. En het soms ook gewoon weer helemaal door midden zagen. Heeft me heel veel geleerd. Heeft me heel veel in een roes doen komen. Want dat is wat het ook doet. Als je elke dag gewoon aan het bijtelen bent. Dan heb je ook genoeg tijd om te kunnen associëren. En in die roes te geraken. Ja. De tweede zaal in de tentoonstelling is eigenlijk een zaal met zeegezichten. Ja. Ik denk dat mensen die de tentoonstelling bezoeken meteen zullen merken dat jij je heel graag laat inspireren door oudere kunstvormen, dat je daar niet afwijzend tegenover staat. De kunst van het Quattrocento, Renaissance kunst. Maar die zeegezichten zijn natuurlijk ook een heel Nederlandse vorm van kunst. Heel beroemd zijn de Nederlandse 17e-eeuwse zeegezichten. Wat betekenen die zeegezichten voor jou? Hoe maak jij ze? Want in de zaal hangt ook, denk ik, het vroegste werk dat op de tentoonstelling te zien is. Een bijzonder voorwerp, de zeelepel. Ja, daar is het mee begonnen, de zee. Want ik ben niet dicht bij zee opgegroeid. Ik ben in Amsterdam geboren, maar ik ging studeren in Den Haag. En ik wist eigenlijk niet dat de zee pal aan Den Haag lag, maar daar kwam ik wel achter. En dat was een hele fijne verrassing. En zo ineens studeerde ik 4 jaar lang heel dicht bij zee. En na de academie was ik wat verloren, had ik allemaal bijbaantjes, ook in de thuiszorg. En daar... vond ik een lepel, wat eigenlijk voor mij meteen een zeelepel was. Een antieke lepel, een oude lepel. Ja, en die heb ik geleend. geleend van deze mevrouw. En ze vond het niet erg, dat weet ik bijna zeker. Ik heb daar zee in geschilderd en sindsdien ben ik veel beter naar de zee gaan kijken. En daarna kon ik het heel lang niet meer, maar ik ben altijd gaan kijken naar... water is sowieso, water is ongelooflijk. Het vindt nooit zijn vaste vorm. De kleur van de zee kan soms zo donker zijn, terwijl ik dacht dat gisteren de lucht dezelfde kleur had. En toen was de zee lichtblauw. Dus het is zo fascinerend hoe... En toen verhuisde ik naar Gent, na 4 jaar lang in mijn ateliertje met de bijbaantjes en de zeelepel. En daar kon ik de zee ook niet schilderen. Dat was te ver. En toen kwam ik terug en toen kon ik het weer. Mijn studio heeft een dakterrasje. En daar kan ik ook de zee net zien, een klein lijntje. Dus ik heb ze op mijn dak ook geschilderd. En ik wil, in tegenstelling tot die 17e-eeuwse werken, wil ik eigenlijk niet de heroïek laten zien, maar eerder het verdwijnen in het niets, in een onbestemde toekomst. Die 4 die ik daar heb geschilderd, dat was ook in tijden van de vluchtelingencrisis. En ik moest daar iets mee en de zee was voor mij, dat kwam op die manier terug. Ja, dus de zee, en ik woon inmiddels weer terug in Den Haag. Dus je kunt alle dagen de zee zien, als je dat wilt. Ja, ja. En je vertelde me ook, en dat fascineerde me, dus de zeelepel, het is eigenlijk een marine schilderij in een holte van een lepel, dat eigenlijk de daad van dat schilderen jou de weg wees van... Ja, zwaar. Dit is niet alleen schilderen op een plat vlak, dit is ook de holte, de driedimensionale vorm. Ja. Dit is het voor mij. Ja, het was ineens de realisatie dat ik
die plasticiteit zo miste. Dat ik me alleen maar aan het worstelen was op het platte vlak en dat het eigenlijk gewoon niet incompleet was. En toen ben ik gaan beeldhouwen erbij en eigenlijk gewoon gipsen, reliefjes op de muur, die ik ook daarna weer kapot maakte. En dan droeg ik niet de verantwoordelijkheid voor. Dan voelde ik me echt vrij. Ik moest dat juk afwerpen van de verantwoordelijkheid om iets te laten staan. Dus dat was een hele goede periode dat ik dingen maakte direct op de muur. En meteen. Ja, en als een soort het vangen van concentratie. En daarna is het ook weer vervlogen. Ja. En in de loop der tijd heb ik durven materialen kiezen die blijvender zijn en waar concentratie ook echt in geherbergd kan blijven. Ja, maar die periode was heel belangrijk. Dat klopt. Je toont ook enkele werken die verbonden zijn met wat je maakte voor het nieuwe gerechtsgebouw in Amsterdam. Ja. Dus je hebt verschillende kunstwerken daarvoor gemaakt. Het was een vrij grote, complexe opdracht. Met onder meer het thema van de regenboog dat aan bod kwam. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ging dat project in zijn werk? Ja, dus op het boek, op de cover van het boek staat de ronde regenboog. Dat is 2,5 meter groot in diameter. En ik werd uitgenodigd 3 jaar geleden om 13 werken voor de nieuwe rechtbank in Amsterdam te maken. 13 werken, dat ja, is een grote opdracht. Ja, voor de zittingszalen. Ja. En het was een helle tocht. Echt waar. Maar ik wist ook dat het een hele mooie opdracht was. Maar de zachtheid van een samenwerking zoals met de waranden, die echt heel erg mooi en voedend is. Dat is niet zoals een opdracht gaat. Met wurgcontracten en aannemers. En ja. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Omdat je daardoor echt met twee benen weer terug in de maatschappij staat. Ja. Terwijl ik er over het algemeen een beetje omheen zweef. Maar het is gelukt. Het lukte pas weer toen ik het contact in stand kon brengen met de toeschouwer die daar zou komen te zitten. Die hele beladen ruimtes van de zittingszalen. Ja. En toen kon ik de energie weer opbrengen. Want ik was de hele tijd maar bezig met de commissies die het ene na het andere werk afwees. Ja, maar de regenboog is erin gekomen. Dat was voor mij, daar heb ik mijn voet. Want ik wilde die regenboog erin als een symbool voor diversiteit in al zijn vormen. Ja, en zo zijn er wel meer beelden ingekomen die je op verschillende manieren aan verschillende dingen kan laten denken. En ik ben er blij mee. Ik kan nog niet helemaal ontspannen. Ik ben nog steeds heel moe van die rechtbank. Maar het is wel maar een bijzondere plaats. Een plaats die echt ingrijpt in het leven van mensen. Dus als ze daar naar je kunstwerken kunnen kijken, Het is niet vrijblijvend. Nee. En ik hoop dat ik het. Ik hoop echt dat ik. Dat ik genoeg heb gedaan daar. Om die troost te kunnen bieden. En kun je daar je kunstwerken ook bezoeken? Of moet je eerst iets mispeuteren? Voorlopig moet je iets gedaan. Nee, het is natuurlijk altijd openbaar. De publieke tribune is openbaar. Ja. Maar er komt nog een moment van bezichtiging. Ik kreeg net een mailtje daarover. Dus dan kunnen we gaan kijken, mam. In een van de zalen hangt ook een wandtapijt. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat er op gezette tijden dus een stille performance plaatsvindt. Waaraan jij zelf deelneemt, of je zus, of jullie beiden, als ik het goed begrepen heb. In het boek staan wij gedrieën, ja. Ja. Dus performance is eigenlijk nog een ander aspect van je werk. Maakt dat al lang deel uit van je manier van werken? Redelijk lang eigenlijk toch wel. Ja. Het is voor mij, in die zoektocht naar dat complete gevoel en ook die verbinding,
is een soort, en toch het uitvinden van rituelen die er toch altijd zijn, die gekaapt zijn door religie, maar die toch heel belangrijk zijn. En voor mij is kunst de plaats waar we rituelen kunnen uitvinden zonder de dogma's. En omdat ik hou ontzettend van dans, dacht ik, ja, dat mag er ook bij. Waarom eigenlijk niet? En over de tapijt, dat was, eerst heb ik een schilderij gemaakt die ook in een rechtbank hangt. En het schilderij heet Only Birds Should Tweet. Mijn enige politieke titel. De voorstudie hangt hier in de tentoonstelling. Ja. En ineens dacht ik, oh, dat zou mooi zijn als ik die in realiteit uitvoer. Dus ik heb een tapijt uit het Textielmuseum geleend. Een tapijt uit de jaren 30, Amsterdamse school. Maker onbekend. En de haren daaronder. Dus ik wilde eigenlijk dat tapijt weer levend maken. En het losgooien van de haren is eigenlijk... het losgooien van haren is in heel veel culturen in voorbehouden aan de intieme kring. Dat is een soort van vorm van activisme om juist alleen die haren los te gooien daaronder. En door levende mensen daarachter te leggen, maak ik dat tapijt ook weer levend. Ja. Ja. Die haren boeiden mij. Die lokken, de manier waarop je haren weergeeft, wat ik bij de Vlaamse primitieven ook altijd fascinerend vind. Hoe doe je dat? Hè? Een kapsel weergeven. Maar lange rode lokken vormen eigenlijk een soort rode draad. Ja, ik ben opgegroeid tussen heel veel rood haar. Mijn zussen, ze zijn er niet, maar die hebben heel veel haar. En heel, ja, echt. En ik keek daar altijd naar. Heel mooi. Ja, het is ook mooi. Je ik verwerkt had ik zelf het. Niet dat hele vele haar, maar zij wel. Dus ik kon er naar kijken. Ja, men ziet het terug in verschillende schilderijen, bepaalde sculpturen. Mij doet dat lange rode haar aan oude kunst denken, maar dus ook aan het thema Maria Magdalena. Ja. Hè, Maria Magdalena, die dan in de Renaissance vaak gebeeldhouwd werd als... Niet meer als zondige rijke vrouw, maar als ascete in de woestijn die eigenlijk alleen gehuld was in haar hele lange krullende haren. Ja. En bij de uitgang van de tentoonstelling, dit tussen haakjes, is er een relief op de wand van een vrouwenonderrug, vrouwenbillen. Met haren. Met haren. En dat deed me heel erg aan Maria Magdalena denken. Is dat een foute associatie? Nee, of? Nee, alleen wil ik in mijn werk natuurlijk de vrouw haar vlees... teruggeven. En ik wilde het lichaam ook teruggeven aan haar. En terwijl in de katholieke geschiedenis wordt de vrouw natuurlijk een beetje ontdaan van haar seksualiteit. En de amandelvorm komt in mijn werk voor, komt in heel veel in de christelijke traditie voor, komt trouwens in bijna alle culturen voor, als symbool voor de vagina. Maar ik wil deze echt wel combineren met het teruggeven van haar seksualiteit en het innemen. En dat die seksualiteit net zo deel is van... Ik mis die in de beeldvorming van de vrouw. Gelukkig is er heel veel aan de gang. Ja. Er is natuurlijk wat feministen noemden de feminine mystiek. Vrouwen die als een beetje geheimzinnig worden voorgesteld. Ja. Terwijl dat ook in zekere zin een keurslijf is waarin je vrouwen kunt vangen. Is het dan die feminine mystiek waarin je tegen verzet? Veel liever het normaliseren. Ja. Het in eigen handen nemen. Ik schrok er ook van, want het MUCA die koos twee werken uit om daar te tonen. En dat was dat kraantje met al die neuzen, monden. En daar had ik helemaal geen vagina bij gebeeldhouwd. En dat andere werk had dat ook niet. Dus ja, ik moest wel een nieuw werk maken. Want, dus zelfs ik ben zo gewend aan gewoon dat de piemel gewoon te zien is, maar de vagina niet. Terwijl dat net zo... Ik wil dat een gelijkwaardig deel van het zintuigelijke maken. Dus in dat marmeren relief heb ik het als deel van het...
Dat het een orgaan is wat, waarmee we ook de wereld vertasten. En dat het zo veel normaler is dan het nu is. Want ik ben echt nog... Ik heb op school echt nog meegekregen dat ik voortplantingsorganen had. En dat jongens natte dromen hadden. Ja. Het is echt... daar is nog een wereld in te winnen. Anno 2021, ja, want we zijn al lang bezig. Dus, ja, en de clitoris is pas in 2020 in zijn geheel in kaart gebracht. Ja, we vlogen eerder naar de maan. Ja. Wat ik ook heel mooi vond op deze tentoonstelling, die heel zorgvuldig is opgebouwd... dat was het feit dat je hier in situ werk hebt gemaakt. Dus bepaalde vormen van je werk gebruik je eigenlijk opnieuw of plaats je in een nieuwe context. Bepaalde reliefs, zoals New Myth for a New Family. Een werk dat er vroeger anders uitzag. En je plaatst dat werk ook hier weer en dan maak je eigenlijk een hele nieuwe context daarvoor, doordat je er... nieuwe details al schilderend aan toevoegt. Ja. En ook in het slotstuk van de tentoonstelling, ik zal het zomaar noemen, de mystieke ruimte, die buitenwanden heb je ook eigenlijk op een avond hier in de warande met de losse pols beschilderd. Dus bepaalde aspecten van deze tentoonstelling zijn uniek en blijven wel op film bewaard, maar in fysieke zin niet. Ja. Zie je in jouw werk een verschil tussen bepaalde werken die meteen duidelijk af zijn en waar niets meer aan kan veranderen, die volmaakt zijn, en andere werken die meer fluïde zijn, waarvan je denkt dat kan ik later vanuit een ander perspectief opnieuw gebruiken? Nou, in deze tentoonstelling zie ik het eigenlijk als een geheel, als een pad wat elkaar hopelijk aanvult. En die werken in situ hebben te maken met het feit dat ik heel graag... daarom hou ik ook zo van dans. Ik heb het gevoel dat een danser het moment dat hij danst mij iets geeft. Iets heel bijzonders. En daarna bestaat het alleen in mijn eigen hoofd. Dat heilige, dat ik wil ook zo graag alles geven. Want dat ontembare verlangen om lief te hebben... is eigenlijk de essentie van wat ik doe. Maar... En als ik dan die werken daarna weer weghaal... heb ik het gevoel dat ik een gevende keuken heb op tafel heb gezet. Ja, dat is wel een mooie metafoor. Dus je bereidt een nieuw gerecht met... Ja, die alleen in het hier en nu... Doordat je op de muren werkt, ben je ook meteen bezig met tijd en ruimte. En dat is heel fijn, want daar horen die beelden ook in thuis. Ik vind het persoonlijk ook een vorm van gulheid dat een kunstenaar iets ter plaatse maakt voor die plaats, voor die gelegenheid, voor de mensen die daar zullen komen. En dat het dan eigenlijk ook niet vereeuwigd hoeft te worden, nee. Dat het als het ware een geschenk is voor wie daar op dat moment is. Ja, het gaat over het kijken en het een appel doen aan openheid, heen en weer. Ja. Ik denk dat jij zelf de slotruimte van de tentoonstelling de mystieke ruimte noemde. Dus met die bijzondere sculptuur op die ronddraaiende sokkel in het midden, waar het thema van het water ook weer een rol speelt. Een sculptuur in lindenhout. Ja, deze. Ja. En toen we daarover spraken, had jij het daarover, je hebt het ook al even vermeld tijdens ons gesprek nu, dat die sculptuur voor jou een soort belichaming was of een essentie van tijd. Kun je daar wat meer over vertellen? Dus de tijd die jij eraan gewerkt hebt, maar ook de tijd die dat hout nodig had om te ontstaan. Ja, ik was toen zwanger van mijn tweede dochtertje. Ik had een idee in mijn hoofd om een zwangere vrouw af te beelden. Ook omdat ik op zoek was naar hedendaagse afbeelding van zwanger. En ja, ik vond het eigenlijk dat het ondervertegenwoordigd is. De vrouw, ja goed. Vervolgens
merkte ik dat ik me voor dat idee een beetje geneerde. Nou ja, dat ik me een beetje geneerde voor dat idee. En dan weet ik, ik moet dit doen. En dat is altijd... Dat is wel een goede richtlijn, ja, want waar de gêne is, is ja, ook... Ja, zeker. Ja, en daar ligt ook de opwinding. Dus ik wilde het maken en ik had natuurlijk de kans om het echt na te voelen. Dus dat was ook wel heel fijn. Dus ik heb er ongeveer... De rechtbank zat er ook tussendoor, hoor. Dus ik heb er 7 maanden op en af aan gewerkt. En uiteindelijk ontstond er een soort kluwen van... neuzen, dingen, piemels. Een soort voorraadkast. En toch ligt ze daar heel gelaten. En heel... Ja, ergens tevreden, maar ze ligt eigenlijk heel ongemakkelijk. Maar ik weet niet of ik nou beantwoord aan jouw vraag. Ja. Ik vond het idee dat je sprak over tijd voor mij. Ja. Ik heb lang aan dat beeld gewerkt, ja, maar ook het materiaal heeft zijn tijd nodig gehad om te ontstaan. Ik heb een beter antwoord. Maar ik ben bang dat ik hem weer vergeet. Dus de bezwering van... Het is eigenlijk altijd... Ik heb toch een soort tragisch levensbesef. Dat heb ik ergens altijd gehad. En door het maken van die beelden... heb ik echt oprecht het gevoel dat ik... de tijd kan bezweren. Mooie momenten kan bezweren. Terwijl het ondertussen... zo als zand tussen je vingers wegglipt. En dat beeld heet ook... One Tear at a Time. Een soort ook bezwering, ook een soort geruststelling van, ja, 1 traan met een keer. Het komt wel goed. Ja. De eerste haren van mijn dochtertje schilderen. Ik heb echt het gevoel dat ik het daarmee kan vasthouden. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik heel ongelukkig zijn, want het gaat allemaal... En terwijl ik ondertussen natuurlijk heel erg voel hoe de wereld gloeit van tegenstrijdigheden, denk ik dat deze vorm, dit proberen vast te houden, mijn ultieme daad van verzet is, zoiets. Ja, de oogst eigenlijk van de dagen van je tijd, van je kunde. Mm-hmm. Want anders verdwijnt alles bliksemsnel. Als je met je ogen knippert, zijn je kinderen ook groot. Ja, zeker. Dat heb ik niet zelf ervaren, maar dat heb ik bij vrienden zo gezien. Het ene moment hou je ze als baby's vast en babysit je. Ja. En het volgende ogenblik zitten ze aan de universiteit. Dus de tijd is echt een vreselijke kracht die ons allemaal uit elkaar trekt. Mm-hmm. En kunstwerken kunnen dat misschien even... Ja, vasthouden, zoals je zegt, stilzetten. Ja, voor mij wel, ja. Ja. Omdat ik merkte bij het opbouwen van de tentoonstelling dat jij heel erg aandachtig gekeken hebt naar oude kunst, kunstwerken uit de Renaissance, begon ik ook na te denken over Renaissance begrippen, over kunstenaars. Nu, de Renaissance was een periode waarin vrouwelijke kunstenaars ook een beetje op de voorgrond traden. We zitten hier misschien op een symbolische locatie. Daar is het kasteel van Turnhout. Dat was het jachtslot van Maria van Hongarije. Onze koningin eigenlijk, vorstin, landvoogdes in de 16e eeuw. En Maria van Hongarije was misschien wel de meest intelligente Habsburgse vorstin. Ook een enorme mecenas. Dus zij nam heel duidelijk die rol op zich, een vorstin die de kunsten bevordert en ook vrouwelijke kunstenaars beschermt. Dus ze had een kunstenares in dienst, de kleine Catharina werd ze genoemd aan het hof, Catharina van Hemessen. En Catharina blonk eigenlijk uit in het maken van portretten, zelfportretten, portretten van haar zussen, portretten van hofdames. Op haar 20e heeft ze een zelfportret gemaakt dat ze ook heel duidelijk gesigneerd en gedateerd heeft. Daar spreekt heel veel zelfbewustzijn uit. Het is het eerste zelfportret trouwens van een kunstenaar in de Lage Landen met alle materiaal, palet, werk op de ezel. Dus er waren vrouwelijke kunstenaars vroeger
Heel zeker. En ze werden ook gewaardeerd, dat mogen we niet vergeten. Maar wanneer het om de grote begrippen in de kunstgeschiedenis ging, dan ging het toch vaak over ja, meer monumentaal werk. En je kreeg in de Renaissance het begrip hè, uomo, universale, de universele man of mens. En men noemde dan kunstenaars zo die actief waren in verschillende kunsttakken. De uomo universale was Michelangelo, beeldhouwer, schilder, dichter, architect, ingenieur. Nu, in hun tijd waren dat soort kunstenaars ook uitzonderingen als ze in al die domeinen uitblonken. Maar jouw kunst deed me eigenlijk opeens denken aan het begrip donna universale, wat nooit gebruikt is voor vrouwelijke kunstenaars. Omdat je in meerdere kunstvormen actief bent, en niet alleen dat, maar omdat je ook de vrouw en vrouwelijkheid heel uitdrukkelijk als thema kiest. Je hebt er eigenlijk al veel over verteld, over hoe die vrouwelijkheid je inspireert. Denk je dat dat je voornaamste pad zal blijven, dat je bewandelt in de toekomst? Die exploratie van dat vrouwelijke? Ik denk dat dat nu zich manifesteert omdat ik net met jonge kinderen bezig ben en de bevallingen net zo heb doorleefd. En nu ook pas zie wat ik mis in de beeldvorming daaromtrent. Maar het kan... Ik denk dat naarmate ik ouder word, dat er weer andere thema's gaan komen. Het is wel mooi dat je ook niet zegt, ik pin me vast. Dit zal altijd zo zijn. Ik zal altijd in die richting werken. Nee, omdat dat feministische in dat werk is echt geen doel op zichzelf. Daar is de kunst veel te rijk voor. En maar wat wel altijd belangrijk is, dat ik probeer om zoveel mogelijk lagen in het werk te vervatten. Terwijl het terzelfde tijd een heel direct beeld moet zijn. En ik ga me nu een heel jaar lang bezighouden met nieuw werk. En proberen niet zoveel tentoonstellingen aan te nemen dit jaar. En ik wil grote houten beelden maken, heel radicaal. Ik zie het al voor me. Maar wat ik hou zo lang mogelijk mijn idee visueel. Want zodra ik het in woorden begin te gieten, verlies ik gewoon ook te veel. En wordt het vaak te definitief. Dus dat beelddenken, dat beelddenken is eigenlijk... Ik ben heel dyslectisch ook. En dat beelddenken is echt de kern van wat ik doe. Het associëren en daarin durven mee te gaan. En dan voelen waar de waarheid ligt in dat werk. Of ja. Waar de betekenis ligt. Dat is eigenlijk een beter woord. Ja. Ja, ik zou dat ook geen intuïtief proces noemen, want je doet het eigenlijk met al je vaardigheden. Mm-hmm. Maar woorden zijn in dat opzicht dikwijls verraderlijk. Alleen jij kan het goed. Nee, maar woorden zijn bizar eigenlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand veel eer in beelden denkt en dat daar een eigen zoeken naar waarheid in zit dat niet meteen verwoord kan worden. Daarmee heb je eigenlijk ook mijn laatste vraag al beantwoord, Femi. Ik ga er nog een heel klein vraagje tussendoor voegen. Ik kan mij toch voorstellen dat het voor een kunstenaar ook een ingrijpende ervaring is om een tentoonstelling op te bouwen met werk dat bijvoorbeeld 10 jaar geleden ontstaan is. Je bent dan de curator van jezelf. Ik vind dat deze tentoonstelling heel mooi opgebouwd is, dat je ook speelt met banden tussen ouder en nieuwer werk. Vond je dat moeilijk om te doen of was het ook, opende het als het ware een nieuwe weg voor jou, een nieuwe richting? Nee, ik vond het eigenlijk niet moeilijk om te doen, omdat al die werken heel dichtbij blijven. Ik heb daar zoveel tijd in. Dus ze zijn allemaal heel erg dichtbij. Jawel, heb ik een aantal dingen die ik weer anders wil. En ja, maar dat is wel altijd. Dat is gewoon het voortstuwen. Maar nee, ik vond vooral
Het was, en ook het boek, alsof ik een periode mag afsluiten. En weer op een schone bladzijde verder mag beginnen. Dus daar ben ik ook... Dat had ik eigenlijk aan het begin van het gesprek moeten zeggen. Ik vind het een hele eer dat je een tekst hebt geschreven. En dat jij hier ook zit, want ik bewonder je zeer. Maar, dank je. Ja. En ook de samenwerking met de Waranda was voor mij heel bijzonder. Heel voedend. Ik denk dat ik er een stap heb door kunnen maken. Ja. En natuurlijk met Poster Edition werken was ook ongelooflijk fijn. Echt waar. Dan heb ik dat gezegd en ik meen het. Dankjewel, Femi. Ik hoop dat we de mensen die de tentoonstelling nog niet gezien hebben... echt heel enthousiast gemaakt hebben om te gaan kijken. Misschien ben jij ook nog aanwezig ter plaatse. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen, dus aarzel niet. Maar het is een beetje zoals op school zitten en dan van de leraar de vraag krijgen. Jij zegt dat je, als je het uitspreekt of schrijft, dat het voor je vast ligt. Maar ik heb toch ook wel hele mooie verhalen van je gelezen. Waar je in dezelfde laag legt als die je ja, nee, als ik inderdaad... Maar dat is iets, als ik schrijf, dan... Dus je schrijft ook, Femi? Nee. Mag het, dat wist ik niet. Het mag het daglicht niet zien. Maar ik kan met woorden, ik kan met, net zoals met... Kan ik net zo goed een visueel beeld oproepen. Maar ik bedoelde meer als ik een werk... Nu maak ik een klein nieuw werk voor het MUCA en die vroegen dan precies hoe het eruit ziet en waar het dan precies over gaat. En dat is zeer confronterend en eigenlijk vernauwt dat vaak het proces van werken. En zodra ik het nog vrij en visueel kan blijven, dan zijn er openheden. En natuurlijk is achteraf het ook heel fijn om het wel te verwoorden, ook al vergeet ik het vaak weer waar... Ja, want dat leert me natuurlijk in het reflecteren op werk gaat ook via erover praten en erover schrijven. Maar dat is vaak iets achteraf. Ja, het is wat mijn studenten ook al, waar het altijd misgaat, is het feit dat zij, dan komt er weer een docent, maar dan zitten ze net in een proces waarin het spel belangrijk is en de openheid naar zichzelf. En zodra dan de docent op verkrampen ze en moeten ze reflecteren erop en dan gaat het mis. Dan zijn ze de criticasten van zichzelf en dan zijn ze niet meer vrij. En daar heb ik ook jarenlang last van gehad. Halverwege te veel kritiek hebben op wat ik aan het doen ben. En daarom is dat spel zo ontzettend belangrijk. Ja. Nog vragen? Ik denk het moeilijk, hè? Dan is het misschien een goed idee om de werken zelf te gaan bekijken. En die hele mooie structuur van de tentoonstelling te doorwandelen. Hartelijk dank. Ja. Ja, het boek neem me niet kwalijk. dus de Waranda en Posture Editions hebben voor een heel mooie uitgave gezorgd. Nicolas heeft er in het begin over verteld. Het is een mooie voltooiing van dit project in de Waranda en ook... van een fase in het kunstenaarsleven, zoals Femi zelf zei. Zo ziet het eruit. Prachtig, met de regenboog. Ik vind het zelf ook echt heel mooi geworden. Toch, af en toe is het toch ook waar, hè? Niet alleen kunstwerken blijven, maar ook boeken blijven als manier om dingen vast te leggen.
Dus we hebben hier dit hele mooie resultaat. En ik hoop dat u nu met veel plezier naar de tentoonstelling gaat kijken. Dank u wel voor uw aandacht. Bedankt.